Hallo dames en heren, super tof, ik krijg een nieuwe video, vlog, video, weet ik niet. Ik ga naar Mike. Mike is een goede vriend, dat ik op zich wel noemen. Hij is van Friesland voetbal, hij heeft een meeting geregeld. En de maatregelen gaan vanaf 6 uur volgens mij in vandaag. Maar het feestje is op 5 of tot 6 uur, dus daar ben ik super blij mee. En het is in Zwolle, ik moet nog eventjes wat drank halen, een drankpakket. Hij houdt van bier, heb ik gehoord, van vrienden van hem. Dus ik ga ook even dus drank halen. Ik wil zelf even wat drinken halen en daarna ga ik kijken hoe laat de treinen gaan. En dan ga ik onderweg naar Zwolle. Zodra ik het drankpakket heb, laat ik het dan gelijk even zien. Oké, ik ben onderweg naar de trein. Ik ging wat drinken halen, ik heb ook bier gehaald. En ik dacht dat ik mijn bier had meegenomen, mijn pakket voor hem, van Mike. Maar dat had ik dus niet mee. En ik dacht van shit, ik moet terug. Ik terug naar de winkel waar ik andere drinken heb gehaald voor mezelf. Oh, niet te doen. Maar in ieder geval, ik heb hier een pakket. Met 5 biertjes van Hertog Jan. Niet 5 dezelfde, maar andere smaken en dat soort dingen. Ik heb geen idee. Ik drink zelf eigenlijk ook nooit, dus ik weet niet precies wat er allemaal in zit. Maar ik hoop dat hij het leuk gaat vinden. Zo, en nu even wachten op de trein. Ik ben nu aangekomen bij het station. Ik ben nu in Zwolle aangekomen, bedoel ik eigenlijk. En Mike komt me zo meteen ophalen om 30:30. Dus we moeten ongeveer 10 minuten wachten. Ik heb echt super veel zin in. Dat is voor mij de eerste keer. En ja, echt zin in. Ik ben benieuwd wat hij trouwens hiervan vindt. En als hij ook Hertog Jan drinkt. Zoals drink ik alleen maar Heineken. En dan heb ik 5 flesjes van het verkeerde meegenomen. Maar ik denk dat hij het wel lekker vindt.
Oké, okay, inmiddels is het alweer de volgende dag, maar ik ga de video afsluiten. Hopelijk heb je genoten van deze video. Ik in ieder geval wel, want ik keek er al 2 jaar naar uit. En ik zie je gewoon bij de volgende video.